Meneer Schouten, komt u maar. U bent aan de beurt. Neem plaats. Kom maar. Iets opgelegen. Ik ga vandaag uw haren knippen, dus ja, je hebt een afspraak gemaakt om 9:15. Nou, perfect. Ja, hoe wil je haren geknipt hebben? Oh, je haren. Ja, die ga je wel even bijknippen, dus komt goed. Perfect. Haren zien er eigenlijk niet zo goed uit, want er is heel veel dode haarpunten. Moet toch wel aardig wat bijknippen, zeg. Zonder scheren? Nee, wil wel niet dat ik ga knippen? Oké. Okay. Ja. Goed. Doe dat. Eigenlijk zou je vaker moeten komen, weet je. Vaker naar mij. Om je haren te knippen. Maar ja, het is ook leuk om je haren te verven. Natuurlijk, dat over mij. Om met mij te kunnen babbelen. En ja, het is toch gezellig, man. Joh. Hoe vaker je komt, hoe vaker we met elkaar kunnen praten. Uiteindelijk dat, maar ik knip ook je haren. Ja, de kappers in de buurt is toch wel handig, hè, als je dat. Ja. En ik ben toch bekend met jou. En... Oh. Je gaat dus ook naar een andere kapper. Dat vind ik niet kunnen, weet je dat. Ah, dat is toch een keuze, hè. Nou ja, je kan altijd rondkijken. Dat vind ik best. Oh, ik ben naar een andere kapper geweest. En in ieder geval, oh, het is misschien is het toch wel beter, maar... je bent eigenlijk wel teruggegaan naar mij. Oh, geen probleem. Nou, zie je toch wel wie de beste is, toch? Hé, hey, kijk eens. Begint erop te lijken. Nou ja, blijkbaar. Ben ik toch, ja, voor jou, ja, ik wil niet arrogant overkomen. Maar, ik ben toch beter dan die andere kapper. Dat weet ik wel zeker. Anders was je niet teruggekomen. Ja, eerlijk. Maar, waarom was je naar die andere kapper gegaan dan? Alleen om te kijken of die al beter was? Oh, je vindt me eigenlijk te duur. Nee. Dat valt toch wel mee, weet je dat? Ik moet je heel erg zeggen, de huur is gestegen. En je snapt wel dat ik veel meer moet vragen om mijn diensten. Zodat mijn diensten kunnen zorgen dat mijn zaak draaiend te houden. Ja. Ik ben heel realistisch, weet je. Natuurlijk, kwaliteit is ook belangrijk, snap je. Maar je hebt natuurlijk ook kappers die dan goedkopere diensten aanbieden. Maar wie zegt dat ze goed zijn? Ja, dat is begrijpelijk. Maar je snapt wel dat mijn diensten natuurlijk hier worden aangeboden. En natuurlijk een mooi tarief. Niet al te duur, snap je. Dat is het. Ik vind het ook leuk om met jullie elke klant te praten. Gezelligheid. Het is gratis, snap je? Dat is inbegrepen. En de service, die krijg je ook nog. Zodra je haren worden gewassen, krijg je een heerlijke nekmassage. Krijg je erbij. Maar ja, jij kiest ervoor om niet je haren te wassen, toch? Nou, dat is het gewoon. Juist. Kijk, je haren wassen, gratis nekmassage erbij. Maar je betaalt al €15 extra, snap je? Dat is het. En ja, jij kiest daar niet voor. Het is alleen om je haarpunten weg te knippen. Ja, het is voor mij eigenlijk wel een hele klus, snap je? Ik kan het eigenlijk binnen 15 minuten doen. In plaats van 15 minuten neem ik u rustig de tijd om jouw haar tot natuurlijk mooi laten worden. Snap je? Dat is het. Hoe lang ik dit werk eigenlijk doe? Ja, ik doe dit werk al 20 jaar. Snap je? Ik zit 20 jaar in het vak. Snap je? 20 jaar. Ja, joh. Ik word al oud. Een oude rat. Ik kan het nog wel zeggen, hè. 20 jaar. Ja. Zo, weet je, wat heb ik allemaal gedaan, joh? Ja. MAVO. En daarna nog naar de... Ja, hoe heet dat nou, joh? Een kappersopleiding. Ja. Ja. Hoe lang duurt dat nou? Voor mij? 2 jaartjes? Zoiets? Het wordt een praktijk, joh. Echt een praktijk. Ja.
Ah ja, ik ben niet zo goed in leren, snap je? Ja. Kapper. Ga je naar de kappersacademie? Nou, werken voornamelijk veel vrouwen. Maar, zeer spannend is natuurlijk als je mijn baarden knippen, dan heb je ook. Baarden verven. Tuurlijk, van allerlei dingen, man. Ja. Ik ben voornamelijk gespecialiseerd in verven. Ik knip in verschillende stijlen. Mijn modern style, heb je, weet je. Hij is ook allemaal classic. Heb je ook. Back to the 80s, 90s. Bam. Hé, hey, jongen. Heel eerlijk. Ik ben weer teruggekomen vanwege mijn knaap. De herstel die ik voor jou kan knippen, toch? Kijk eens. Weet je wat je kan doen? Je kan in de spiegel kijken. Kijken hoe het is geworden. Want het ziet er perfect uit, snap je? En ik wil niet arrogant zijn. Maar zeg heel eerlijk, ik ben beter dan die andere kapper. Ik woon niet tenminste bij jou in de buurt. Ja toch? En dat is het ook, hè? Kijk. Ik ben eindelijk klaar. Dus ik denk wel dat je het mooi vindt, toch? Je vindt het mooi. Nou, dan kom je volgende keer weer. En dan ga je niet weer naar die andere kapper toe. Want ik wil niet arrogant zijn. Ik ben toch beter dan die andere kapper. Snap je? Je mag bij Trudy afrekenen. Bij Trudy. Die blonde. Ja, zij. Juist. Dan mag je naar haar toe. Dan zie ik jou weer. Over 2 weken kun je haren laten verven. Toch? Kijk. Hey, ik wens jou een fijne dag. En dan mag jij naar haar toe afrekenen. Nou, dan is het totaal €40. Valt dan mee. Extra service. Gezelligheid. Dat is gratis. En die service, weet je wat het is? Mooi haarstel. Naast het bijknippen heb ik ook voor zorgen dat je haar er mooi eruit ziet. Fijne dag verder. Tot de volgende keer.